Heb je nou een zuigzoen in je nek? Nee, dat is dan wel eens processierups. Dan zo ziet processierups er niet uit. Hey iedereen, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Deze ochtend is er iemand beland in Huizendon en het is meis. Fucka bro, wie geht es dir ja? Long time no see. Ja. Laat je nieuwe shirt eens even zien, jongen. Bulldozer 63. Jammer dat het niet 69 is, want dat is wat Mees doet met al zijn chickies. Oh. jongens, wij gaan vandaag pijn leiden. Ik zal het even uitleggen aan jullie. Nee, je gaat niet op Mees schieten. Nee, dat gaan we niet doen. Waarom ga je pijn leiden? Omdat hij een tandenstoker onder zijn nagel moet doen en dan tegen de muur aan trappen. Even serieus. Zoals de meesten van jullie weten heb ik boven op zolder een paintballgeweer liggen die ik nog nooit heb gebruikt. En ik zat net met Mees in de auto en ik zeg, nou misschien kunnen we die vandaag gebruiken. En hij zegt, voor een SO mag je op mijn rug schieten. Ik zeg, wat? Maar ik hoor al van mijn moeder dat ze er zwaar tegen is. We zien wel hoe het loopt. We gaan sowieso op andere dingen schieten. Dus dat wordt super leuk. We gaan de paintball unboxen. Laten zien aan jullie hoe die werkt. En daarna gaan we hem testen op de welbekende grasmat en die hoek van de tuin. Wat, hoe sta jij daar nou weer bij dan? Mijn bulldozer. No. Ik ben nog steeds een beetje sad omdat Pien ingeslapen gaat worden. Ja, dat is gewoon kut. Is gewoon helemaal zaad, helemaal kut. Oké, bro, let's go to zolder, bro. Hier staat het allemaal. Het is al open omdat Bente en ik laatst een satisfying video hadden gemaakt waar we paintballs voor nodig hadden. Maar in ieder geval, kijk. Allemaal onderdelen. Hier zit de main Ganu in. Kijk, dit is de Ganu. We gaan de Ganu in elkaar schroeven. We hebben een loop. We hebben het, ik weet niet hoe dit heet, maar je weet wat het is. Kijk, schroeven we het er op. Kijk, nou, dit is... Ja. Dit is ja. Dan hebben we hier het magazijn. Ja. gast, bedankt dat je het zei. Je mag er zijn. Oh. Ik dacht dat je skip. Oké, kijk, het magazijn. Hoppatee, kijk, het magazijn erop. Dat is echt lelijk. Dat maakt het echt lelijk. Nee, het is hard. Eerlijk? Zit hier wel vol, dat denk ik. Dan hebben we hier een high pressure aluminium alloy cylinder with one piece burst disc velvet assembled meets. Oké, nou, wat een rotnaam. In ieder geval, hiermee bouw jij de druk op je geweer waardoor je poef 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 kan doen. Hoe ga je dit in godsnaam erin schroeven? Gewoon erin schroeven. Ja. Oké, gewoon zo. Ja? Lijkt net zo'n duikfles als je gaat duiken in de oceanen. Oké, en doet hij het dan gelijk of wat is het idee? Nee. Misschien moet je het openzetten. Oeh, sowieso, nee, er moet nog lucht op. Kijk, je hebt hier dus een soort, weet niet, en die houden en dan, maar zo werkt het niet. Maar kijk, je hebt hier... Wat? Mace is gonna try to get this thing to work. We hebben echt geen idee wat we doen, we kunnen ook gewoon de gebruiksaanwijzing lezen, hè? Ja! Maar hij kan, voor mij doet hij het wel gewoon. Want kijk. Nee, zo werkt het niet, man. Er moet echt druk op staan. Echt druk, druk. Godsamme. Godsamme, mees! Weet je wat we dan maar gewoon doen? We pakken die mega party popper daar en die schieten we nu af op mijn moeder. 3, 2, 1, let's go. Volgens mij is ze met werken. Even wachten totdat ze klaar is. Anders is het echt onbeschoft. Helemaal om. Doe eens even, wacht maar, doe eens wat grappigs voor mijn vlog. Nee, ik wil niet op de vlog vandaag. Wil je niet op de vlog vandaag? Nee. Woe! Dom! Hey! Wat een geluid trouwens. Yeah! 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 Dat was misschien niet heel slim. In ieder geval, gast, ik ben er klaar mee. Hier hebben we niks aan. Ik heb gegoogeld om dit ding te vullen. Dat kost allemaal veel te veel tijd. Ik zou zeggen, laten we gewoon gaan zwemmen, want ik zweet me kapot. En 3, 2, 1. Ik heb toch helemaal niks? Ja, ik heb toch geen extra onderbroek? Yo, er ligt hier nog een onderbroek voor jou. Oh, ja. Heb je nou een zuigzoen in je nek? Nee, dat is iets anders. Als processierups. Dat zo ziet processierups er niet uit. Jawel, ik zweer als processierups. Heb je vieze dingetjes gedaan? Nee, dat is processierups. Dit is een fucking zuigzoen, maat. Het is zo'n plek. Die processierups, die kan aardig zuigen, of niet? Nee, maar jongens, dit is serieus geen zuigzoen. Er viel gewoon een meisje met haar lippen op je nek. Het is processierups, zegt hij.
gaan even chillen en trucjes doen op de rolstoel. En daarna gaan we swimmen. Let's go now. Weet je welke duik jij dan moet doen? Die stalen. Stalen? Gewoon die kaarsrechte duik. Ja, die bedoel ik. Die vonden jullie echt heel leuk, want die video had gewoon 350.000 views dat ik die duik deed. Even lekker chillen dan, Mees. Ja hoor. Het lijkt net op Happy Wheels, ken je dat spel? Ja, tuurlijk. Kan je even een hele agressieve wheelie doen? Agressieve wheelie, let's go bro. De meest agressieve die je... Dat zag er zo lullig uit. Holy shit, je voetjes gingen zo... Mees? Tikkel, tikkel, wat een bikkel. Give me a nickel. Zak maar snikkel. Een nickel, dat is toch een stuiver in het Engels? Ja. Mees, kan je nog één agressieve wheelie doen? Dat was zo grappig hoe je voeten heen en weer gingen. Ai! Die voetjes! Kom op, Mees. Oké, nu ga ik even een trick poppen. Wat vind je ervan? Mees gaat op de bike en ik ga op de one wheel. Oh. Ik focuste me te erg op het filmen. Oké, gas, let's go. Even lekker zwemmen, even lekker afkoelen. Oké, bro, let's go. 1 kilometer, is dat ver genoeg? Of is dat te dichtbij? Of oké, die fiets valt bijna uit elkaar. Het voorwiel zit los trouwens, zodat je het even weet. Hoor dan. Flikkert echt bijna uit elkaar. Ja, gek. Er is helemaal niemand. Wat hoor ik jou puffen? Het is letterlijk 900 meter, mee. 1 keer winnen, wie er als eerste in moet. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Dat ja. Ben ik. Wauw, de cola staat er weer mooi bij vandaag. Oei, oei, oei. Oh. Gadver, er komt allemaal vet van je tenen af. Nee. Kijk. Doe jij het eens? Hè? Doe jij het eens? Bij mij niks. Heel klein beetje. Bij jou ligt er allemaal vet op het water. Ik besta ook 90% uit vet. Mees gaat lekker in zonderbroek. Die had geen zwemspullen bij zich. Dus die gaat zo goed als naakt. Hopen dat het niet doorschijnt. Want dan ben je wel zo goed als naakt. Maar dat komt wel goed. Oké, bro, ik als eerst. Let's go. Karada, ouwe. Oh, ziek lekker, jongen. Ja? Ja. You gotta feel this water, bro. Alright, bro. Ik hoop niet dat mijn onderbroek opeens uit is. Ja, als dat zou gebeuren. Nou, big boy, get in the water. Oeh, dat was een heel klein plonsje voor de grote man dat hij is. Dat is lekker, joh. Ja, dat is lekker, hè? Holy fuck. Mijn onderbroek was wel bijna uit. Zo. Zo. Nou, het moment van de waarheid schijnt erdoor in 3, 2, 1... Nee! Nee! Oh, lucky bastard! Yes. Hey bro, ik heb een leuke grap voor jou. Je liet een scheet! Nee, Ik liet geen scheet. Jawel bro, ik kom allemaal bellen bij je reet! Oh nee, ik deed zo. Ik ga het laten zien aan je, wacht. Oké, in ieder geval. Ik wil een leuke grap maken. Wanneer alle meiden mees zien... Ze worden zo nat, ze zijn niet droog te feunen. Moet je niezen? Zo, lekker hoor. Hey, kans 1 op 10 dat je dit bierflesje vult met slootwater voor de helft en dan moet opdrinken. Ja. Ik doe ook mee, gewoon voor ons allebei. 3, 2, 1, 6. En deze nu voor jou, hè? Nee, die was voor mij. Die is nee, voor... oké, opnieuw. Nee, opnieuw. Fuck jou. Degene die aftelt is er altijd voor. Oh ja, oké, dat klopt. Ken nu ik? 3, 2, 1, 1. Nee, oh. Jij wacht. Even. Nee, helemaal niet. Hé hey, gast, jij bent echt lelijk. Kans 1 op 2 dat we een backflip moeten doen, allebei. Oké. Jij, ik tel af. Nee, ik eerst. Oké. Oké, 3, 2, 1. 1. Oké, jij moet een backflip en nu ik. 3, 2, 1, 1. Ja, oké, allebei een backflip. Dit was echt stom. Come on, brother. My brother in the water. Let's go, bro. Oh! Nu ik, komt ie. 3, 2, 1, backflip en pop. Zo, je lens is gehit. Is mijn lens gehit?
Mijn camera is helemaal nat! Mees en ik gaan bijna naar Turkije, samen met Marijn en de andere Mees. En we hebben er zo fucking veel zin in. We hebben er zoveel zin in! Hoor je dat geluid? Daar zitten wij ook binnenkort in. Dat is een vloekvolk, ja? En daar zitten wij binnenkort ook in. Ik heb voor vandaag heb ik een nieuwe duik voor jullie. Ik hoop dat die lukt. We gaan hem doen. Matig, jongens. Matig. Oeh, matig? Ja. Dan doe ik hem opnieuw. Oké. Die was heerlijk. Hoe deed je hem nou? Nou, je duikt. Dan trek je je benen in en de armen. En dan weer vooruit. Heel raar, ik weet niet. Try it out, bro. Ah, het lijkt er wel op. Hé, hey, het is een begin, gast. Wacht, camera. Wow, we hebben zo lekker gezwommen. Oh. Jongens, we hebben heerlijk gezwommen. We hebben heerlijk gechilled. Mees moet gewoon op tijd thuis zijn van zijn pa. Dus die gaat naar huis. Ik ga hem lekker naar huis brengen. Hoe fix jij chicks? Hoe ik chickies fixen? Gaan we nu even chicken fixen? Hier. Hey, wat doe je vanavond? Ah ja, ik ben waarschijnlijk alleen thuis. Kom je? Ah ja, is goed. Ja, ik zie je rond 8 à 9 ongeveer. Ja, is goed, schat. Neem jij de condoom mee? Zonder? Ja, is goed. Nou, hoor het dan, meisje. Je gaat een leuke avond tegemoet. Zal ik je dan maar eerst wegbrengen? Want anders kan je geen leuke avond hebben. Precies. Spetatjus, adios, amigos, anusvet in je rio's. Bro, hey, veel plezier met je bij je vader. Slide in mijn DM, hè? Jullie weten het. Later, bro. Jongens, ik ben de outro vergeten. In ieder geval, ik hoop dat jullie van deze vlog genoten hebben. Mocht je nou genoten hebben, vergeet dan zeker niet te abonneren. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik ga jullie morgen om 5 uur zien. En dan ga ik zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Later. And now we're going to the supermarket for the supplies.